Goedendag, welkom bij deze nieuwe aflevering van STVS Studio Sport. Onze nationale damesvoetbalselectie, ja, die zou in feite richting Haiti moeten gaan. Maar ja, vanwege de ongeregeldheden daar in Haiti, ja, heeft men de organisatie toch wel gemeen om een andere locatie te zoeken voor de landen die met Suriname zullen meedoen straks in de pool. Nou, onze dames die gaan dus nu richting Puerto Rico en de selectie heeft zich de afgelopen dagen heel goed voorbereid. De dames gaan voor een goed resultaat, alleen omdat alleen de groepswinnaar zich plaatst voor de volgende ronde van dit toernooi. Onze nationale voetbalselectie, de heren, die bereidt zich natuurlijk ook intensief voor op de Nation League ontmoeting tegen St. Vincent op 11 oktober uit en dan 15 oktober in het André Kamperveen Stadion. De afgelopen dagen waren we op de training en Ashwin die sprak nog met bondscoach Dean Goree. We nemen u even mee naar een gedeelte van dat gesprek. Dien, je bent bezig met extra sessies. Wat is het doel van deze extra trainingen? Ja, het is natuurlijk weer de voorbereiding van twee hele belangrijke wedstrijden. Zoals je weet spelen we 11 oktober tegen St. Vincent uit en 14 de return. Dus daar bereiden we ons op dit moment voor. Heb je specifieke concepten waar je op traint? Op dit moment conditioneel. Zoals je ziet, die jongens zijn hard aan het werk. We trainen ook op elkaar weer vinden in bepaalde vormen. Dat we positiespel goed beheersen. En later, laten we zeggen van de volgende week, of wie weet, misschien een kleine 10 dagen, dan gaan we ons tactisch voorbereiden. Heb je St. Vincent al zien spelen? Ja, ik heb ze natuurlijk al zien spelen. En waar zijn hun zwakke plekken? Ik heb niet echt gekeken nog naar de zwakke plekken die ze hebben. Ik heb wel gekeken waar we ze kunnen pijn doen. Maar ik ben meer aan het kijken nu naar welke spelers op welke positie staan. Ik heb gekeken naar eigenlijk hun krachten. Ja. Nou, zo zeggen. Ik ben in zover als hun zwakke plekken nog. Maar als ik ze heb, dan ga ik ze ook niet vertellen. Want daar baseren we onze tactiek natuurlijk op. Dus, maar we kijken wel. Na de overwinning op Nicaragua zie je toch wel dat heel veel landen rekening beginnen te houden met Suriname. Conditioneel waren we vrij goed. Was jij ook zelfs dik tevreden met die 6-0? Ja, ik was zeker tevreden. Er waren natuurlijk een hoop dingen die zeker nog voor verbetering vatbaar zijn. Maar als je ziet dat we moeten natuurlijk niet van die jongens afnemen dat ze toch 6-0, 6 doelpunten hebben gemaakt. En dat is wel iets om trots op te zijn. Maar we zijn er nog lang niet. We hebben nog heel veel dingen waar we aan moeten werken. En dat het nu eenmaal 6-0 is verlopen, dat is nu voorbij. Nu moeten we kijken, vooruitkijken. En St. Vincent is weer een hele andere wedstrijd dan wat we hebben gehad tegen Nicaragua. Je hebt het over de gezonde concurrentie binnen de selectie. Heb je alleen achterhoofd wat je wil tegen St. Vincent en de Grenadiers? Ja, weer 6-0. Natuurlijk, ik wil natuurlijk het beste van alles, maar de concurrentie is groot. Je ziet die jongens, als ze trainen, dan zijn ze serieus bezig. Je ziet die jongens ook die niet hebben gespeeld, willen in het team komen. En dat laten ze ook zien op trainen, waardoor de rest ook natuurlijk weer een stap omhoog moet. En je ziet die jongens die wel gespeeld hebben, die wedstrijden, ja, die moeten op hun hoede zijn. Want in 3 weken kan er van alles gebeuren. Dus die gezonde concurrentiestrijd die is heel belangrijk. Suriname zit in pole position in onze pool. Speel dat in je achterhoofd dat je geschiedenis kan gaan schrijven om uit Suriname de Gold Cup te bereiken? Nee, het is niet in mijn achterhoofd. Het is gewoon, ik ben er heel erg bewust van. Ja. Het is echt op de voorgrond. Dat is de doelstelling? Dat is natuurlijk de doelstelling. Kijk, vorig jaar was de doelstelling ook Gold Cup halen. Mm-hmm. Jammer genoeg niet gehaald. Maar dat was niet het allergrootste doel wat we wilden bereiken. Uiteindelijk willen we dat Suriname hoger opkomt. Ja. En we maken stappen nu. En die stappen moeten van vooruit gaan. Zolang we vooruit gaan en niet stilstaan of achteruit, dan is het goed. Want er moet progressie moeten gemaakt worden. En dat kunnen we nu meten doordat we omhoog gaan in de ranking.
Maar ook als we een Gold Cup zouden halen, zou het geweldig zijn. En dat zit er nu al in. We mogen zeker niet ons blind staren dat je een heel goede job doet. Sta je wel open voor een contractverlenging als dat aankomt? Ja, dat blijft natuurlijk altijd. Als je kijkt naar... als ik ergens met wat ben begonnen en ik zie dat ik uiteindelijk ook dat ik succes daarmee heb, dan sta ik open natuurlijk dan zou ik geen Gold Cup willen missen. Laat het zo zeggen, want het zou raar zijn als ik nu de Gold Cup zou halen en zelf niet aanwezig zou zijn. Ja, natuurlijk sta ik open, maar er moeten wel een hoop dingen anders en we moeten een contract overeenkomen. Is de selectie helemaal fit en ready? Nou, vandaag is er een grote opkomst vanuit de blessures die zijn. We hebben op dit moment één. En dat is Eduard. En nu is Apai is terug. Campbell is terug. Nipte was licht geblesseerd, die is ook terug. We hebben zo goed als volledige selectie.